Een ander, heel triest gevolg van altijd verbonden te zijn, is als een directieteam of een managementteam op de hei gaat om even na te denken over de strategie van het bedrijf of van de afdeling. En in feite is de bedoeling dat ze dan in een helikopter gaan overschouwen wat gebeurt er in onze organisatie. Afstand nemen, ook wel eens in de diepte gaan en vooral vooruit denken. Doordat ze hun telefoontjes mee hebben. Soms zelfs in de vergadering worden ze voortdurend naar beneden getrokken in de realiteit. Dus in de plaats van een helikoptervisie te ontwikkelen, wat ze aan het doen zijn, noem ik een springgaanvisie. Dus ze gaan eventjes los, tong naar beneden. Eventjes los, tong terug naar de realiteit. Tong, 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 tong. En van die visie komt niks terecht. En dan moeten ze consultants inhuren om het voor hen te doen, maar die consultants zijn evenveel verbonden als zij vandaar dat het dikwijls dus nergens op lijkt.